serendipiteit, dat is een prachtig woord, vind ik, is eigenlijk het fenomeen dat je in een, op zoek gaat of in een onderzoek zit en onverwacht een ontdekking doet die waardevol blijkt, maar waar je niet naar zocht in eerste instantie. Ik moet zeggen dat Paul al volg, toen je net begon bij Galerie Willy Schoot in Eindhoven. We zijn samengekomen een jaar of drie geleden, we hebben een paar beurzen gedaan, we hebben wat zomertentoonstellingen gedaan en nu is er solo, Current Serendipity. Ik woon en werk in Amsterdam en ik heb een heel mooi atelier in Amsterdam-Noord. En ik ben zo ruim 30 jaar al bezig met de schilderkunst. En de laatste wending, zou je kunnen zeggen, die vond plaats 2013, 2014. En toen zat er ook weer een soort vaag moment van hoe nu verder. En toen besloot ik om andere materialen te gebruiken, en met name industriële verven en lakken. Dus daar ben ik allerlei proefjes mee gaan doen op mijn atelier, om te kijken wat nou eigenlijk heel fundamenteel onderzoek van wordt. Wat gebeurt er nou eigenlijk met die nieuwe materialen? Hoe lang is de droogtijd? Wat gebeurt er als ik tegellijm mix met acrylaten? Wat gebeurt er als ik met autolak een nat vlak spuit? Gewoon kijken wat er gebeurt. En toen merkte ik eigenlijk heel onverwachts dat toen ik die stoffen, verfstoffen met elkaar ging mengen op een grotere schaal, dat die hele wonderlijke vormen en motieven opleveren. Motieven die deden mij ook denken aan motieven uit de natuur. Dus een soort grilligheid, ook een soort onvoorspelbaarheid die me heel erg aankwam. En toen dacht ik van, nou, dat, de natuur, we gaan zo'n mooi klassiek genre aanpakken, namelijk het landschap. En toen heb ik een hele serie landschappen gemaakt. En die heb ik ook laten zien in diverse tentoonstellingen in Nederland, maar ook met mijn galerie in Denemarken. Dit zijn niet bestaande landschappen. Dit komen uit mijn associatie en mijn verbeelding. En het is ook het gedrag van het materiaal wat die landschappen doet vormen. En dat vind ik dus een heel spannende werkterrein. Nou ja, het hangt hier fantastisch, moet ik zeggen. Het is bijna museaal. Dus daar ben ik heel erg blij om. En ook heel erg blij met de werkrelatie die wij hebben. Dus ik en Koen en het hele team van Project 2.0. En ja, ik zou zeggen, ik ga lekker kijken. Gebruik jij schetsen of fotografie in je voorbereiding? Nee, dit zijn allemaal werken die in samenwerking met het materiaal, zeg maar, te staan. En zijn het wel heel diep liggende herinneringen. En dan word ik 's ochtends wakker en dan ga ik naar mijn atelier. En dan kom ik in mijn atelier en dan heeft die verf dus, die is terwijl ik sliep, is hij aan het werk geweest. Ja, nou, ik ben altijd ook als kind wel best een solist geweest, denk ik. Maar inderdaad, het is niet eenzaam, maar het is wel een solistische activiteit. In the dark.